mijn sluis begint. Begint. Aanstaande woensdag beginnen de eerste wedstrijden. Siert zegt ook wat. En we gaan er dus elke dag een vlog bijhouden van Jumping on the Sluis. We beginnen vandaag, is maandag. Ik kan je niet vertellen hoe laat de vlogs precies online komen, want ik weet niet wat er elke dag gebeurt. En hoe laat ik dan klaar ben en hoe laat de video geëdit is. Maar vanaf vandaag kan je dus tot en met zondag elke dag kijken naar een Jumping on the Sluis video. De radio staat aan, dus dat moet jullie even meenemen. Maar we zijn inmiddels in een van de binnenbakken, zijn er dus allemaal tijdelijke boxen geplaatst. En mensen die dus meerdere dagen meedoen, die kunnen dus een paar kwijt in één van deze boxen. De andere binnenbak is gelukkig nog wel vrij, dus dan kunnen de mensen die hier met een paard staan ook binnenrijden eventueel, want het wordt natuurlijk wel hartstikke druk. We zijn nu buiten, een heel spektakel gaat het worden. Vrachtwagens staan er. Hier wordt er opgebouwd voor Jumping on the Sluis. Het parcours moet ik zeggen, de springwedstrijden. Zoals je ziet, echt enorme hoeveelheden. En dit is aan de andere kant. Ik zal even erheen lopen. Omdat op onze manege heel veel dressuurruiters zijn, en zelfs in de meerderheid zijn, zijn er dit jaar bij Jumping on the Sluis ook dressuurwedstrijden. Dus hier zijn twee dressuurringen gemaakt en kunnen de wedstrijden ingereden worden. Boven op het dak hebben ze, of op het dakterras moet ik zeggen, zijn er tenten neergezet voor al je verstapelingen. Heel veel wind hier. Bovenaf. De dressuurringen. Volgens mij wordt dit ook nog opgebouwd door het middenbak. En dus het springterrein. Nog heel veel werk te verrichten voor woensdag. Ikzelf doe niet mee aan Jumping on the Sluis, maar Verona wel met Kim. En de komende dagen zien er als volgt uit. Vandaag gaat Kim oefenspringen met Verona, omdat ze in de kip meedoet donderdag. En dan morgen heb ik dressuur, les gewoon. Woensdag gaan we even kijken of een buitenrit gaat lukken. Zoals jullie de vorige keer gezien hebben, is ze daar nog wat onwennig in, zullen we maar zeggen. En dan donderdag gaat ze in kip springen. Dus heel spannend allemaal. Vrijdag, nou, weet ik nog niet wat we gaan doen. Zaterdag eigenlijk ook niet. Maar dan wordt hier natuurlijk gewoon gesprongen. Dus genoeg om te filmen. Tessa staat tegen Verona. Ze is net gepoetst en dan gaat ze dus rijden met Kim. Ik moet even oefenen. En daar komt ze weer. Ik moet even oefenen voor de equipe. Goed, ik moest de hindernis verslepen. Hij stond niet goed. Dus we krijgen nu een nieuwe poging. En daar komt ze weer. Da-da-da-da. Mijn talenten als parcoursbouwer zijn nu aangeboord. Ik moest er een stijlsprong van maken. Dus nu gaat ze hier overheen. En dan komt ze. En dan gooit ze hem eraf. En opnieuw. Kijk, nu het balkje wel blijft liggen. Ja hoor. We zijn nog even door de bak heen aan het lopen voor het Jumping on the Sluis. Ik zal nog even laten zien. Ta-da-da-da. En daar is mijn paard weer. Dus deze week kun je elke dag naar Jumping on the Sluis kijken. Of in ieder geval de opbouw en terwijl Jumping aan de gang is. Ik zie je graag morgen weer. Doei!